Geliefde gemeente, goedemorgen. Welkom ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden. En alle die meeluisteren via de moderne media. Van harte welkom in deze dienst. Een mededeling namens de kerkraad van morgen in alle vroegte is in de leeftijd van 83 jaar zuster Laurina Verhoek krijgt overleden. Ze zat in de Dennenhorst, afdeling ritmeester, Eikenlaan 2 in Veenendaal. Wij zullen u morgen een nieuwe zondagsbrief versturen met de verdere gegevens over de begrafenis en over de condolatiemogelijkheden. In deze dienst gaat voor dominee Velema. En de schriftlezing is uit Exodus 17 van vers 8 tot 16... Deuteronomium 25 van vers 17 tot en met vers 19 en 1 Samuel 15 de versen 1 tot en met 3. Het thema van de dienst is Mozes les uit de overwinning op de Amalekieten. Collecten. De collecte kunt u overmaken op de gebruikelijke rekening van de kerk. Het rekeningnummer kunt u vinden op de laatste zondagsbrief of eventueel op onze website www.pniel.nl. De collecte voor de slotzang die is bestemd voor de zending en evangelisatie. En in het bijzonder voor de poster. Een mededeling van de kerkraad volgende week is de middagdienst. Vangt aan om 16:30. Dus 16:30. We gaan nu zingen de Psalm 92, vers 1 en vers 3. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft de getrouwe tot in eeuwigheid. En hij laat nooit los enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Deze beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de Heere onze God. Zij zinken neer en vallen, maar wij richten ons op en houden stand. We zingen Psalm 20, vers 4 en 5. Wij luisteren samen naar Gods heilige wet en in antwoord daarop zingen we van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6. De Heere zegt ons in zijn heilige wet, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God.
dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren, vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Bidden we samen om de opening van het woord van God en de verlichting met zijn heilige geest. We danken voor de geboorte van Ephraim Zef, die Zef genoemd wordt, de zoon van Bastiaan en Hanne van Appeldoorn, visser. We danken met broeder en zuster Drost van Heteren van de Prins Bernhardlaan, die de Heere dankbaar zijn dat ze deze week mochten vieren, dat ze 65 jaar getrouwd waren. We denken ook vanmorgen aan de familie van zuster Verhoek. Trouwe en barmhartige heren in de hemel, zo komen we op deze zondagmorgen samen bij u, omdat u die getrouwe en die barmhartige God bent. Omdat elke zondag en elke kerkdienst die wij uit uw hand ontvangen, daarvan een teken zijn van die trouw van u. Dat u niet met ons doet zoals wij met uw handen.
Wij die u zo vaak vergeet. Wij die zo vaak met zoveel andere dingen bezig zijn, waarvan wij denken dat u er niets mee te maken hebt. Wij die zo vaak uw geboden met onze voeten treden. U bent de getrouw en u bent de barmhartige, de genadige God. Heere, zo durven wij tot u te komen. En zo bidden wij in de naam van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, om vergeving van alles wat in ons leven niet past bij uw heiligheid. Niet past bij uw heilige wet. Heere, wij belijden dat wij schuldig staan aan uw gebod. We belijden dat en wij vragen heel ootmoedig uw vergeving om uw genade. En als we dat bidden, Heere, dan danken wij tegelijk voor dat geweldige feit dat we vanmorgen weer samen mogen zijn, hier in de kerk, samen rond het woord van u, samen met alle die met ons verbonden zijn, op welke manier dan ook. En we danken u dat we vandaag de dag die mogelijkheden hebben. We bidden om uw zegen. We bidden, Heere, dat het woord van u, dat we vanmorgen mogen lezen in het Oude Testament, dat het open zal gaan in zijn kracht en in zijn rijkdom voor ouderen en voor jongeren en ook voor onze kinderen. We bidden, Heere, dat u ons leidt door uw Heilige Geest en dat die Geest zelf alles wat donker is zal verlichten, opdat het duidelijk is. Alles wat voor ons in nevelen en mist zit, dat hij die mist en die nevelen zal doen verdwijnen, weg zal blazen met zijn kracht, opdat wat u ons te zeggen hebt, helder en duidelijk zal zijn voor een ieder van ons. Heren, we hebben vanmorgen een grote reden om die grote naam van u te loven en te prijzen. Te danken met broeders en zusters die verheugd werden, verblijd werden door wat u gedaan hebt. Onze broeder en zuster Drost van Heteren, die deze week mochten gedenken dat ze 65 jaar getrouwd waren. Heren, dat is een mensenleeftijd lang bij elkaar, van u gekregen, voor elkaar bewaard en gespaard. Hun leven verrijkt met kinderen en kleinkinderen. We danken u voor dat alles, Heer. Prijzen u om uw trouw en uw zorg. Wees u met hen als zij met dankbaarheid deze dagen mogen gedenken. Wees met hen, Heere, in de tijd die u hen nog geeft samen. Doe hen leven met het uitzicht op die grote bruiloft, die komt, de bruiloft van het Lam. Dank u voor de geboorte van Efraïm Zef. Dank u, Heere, dat u aan Bastiaan en Hanna die grote vreugde hebt gegeven om vader en moeder te worden. Dank u dat u dat gedaan hebt. We danken u voor blijdschap die er ook mag zijn bij grootouders. Wilt u Zef nabij zijn? Wilt u de God van zijn leven zijn? Laat hij dat, die God van zijn leven, leren kennen. Zegent u daartoe de opvoeding. Geeft u nieuwe krachten. Wil de dingen allemaal goed maken. Neemt u onze dank aan. Tegelijk, Heren, werden we vanmorgen herinnerd aan
sterfgeval in de gemeente van onze zuster Verhoek. U kent haar, u kende haar heren en zij mocht u kennen. Wij bidden om kracht voor kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen. Bidden, heren, als de dingen allemaal geregeld moeten worden, ook vandaag en morgen, wilt u ook daar kracht voor geven. We bidden, wilt u die kracht geven in het licht van het evangelie. In het licht van het evangelie van Paas. Het evangelie van de gekruisigde die tegelijk de opgestane is, de levende. En die dat leven aan al de zijnen meedeelt. Heere, geeft u alles wat nodig is. Zegent u ons in deze dienst. Neem alles van ons wat ons zou kunnen hinderen of in de weg kan staan. Geef uw dienaar een stem om te spreken en de gemeente een oor en een open hart om te luisteren. Laat zo alles zijn, tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Eerst voor de jongens en meisjes. Ja, twee plaatjes uit de Kijkbijbel. Want we gaan vanmorgen lezen over het volk Israël dat op weg is van Egypte naar Kanaan, dwars door de woestijn heen. Lange tocht onder leiding van Mozes. Maar dat is niet een tocht zonder gevaren. Als ze bijna bij de Sinaï zijn, bijna bij die berg waar de Heere God het verbond met dat volk zal sluiten, waar de Heere dat volk tot zijn vrouw zal nemen, dan komt daar, dat zie je, bovenste plaatje, dan komt daar een heel woest volk aan, de Amalekieten. De Amalekieten, dat zijn afstammelingen van Esau. En die Amalekieten, die vallen dat volk Israël aan. Ja, niet aan de voorkant, niet daar waar de soldaten en de strijdbare mannen lopen. Nee, aan de achterkant, waar oude mensen lopen, vrouwen en kinderen. Daar vallen ze dat volk aan, zo gemeen, zo achterbaks. Mozes zegt tegen Jozua: Jozua, we doen het zo. Morgen dan zet je de tegenaanval in. Jij bent de legeraanvoerder en ik zal bidden op de berg. Dat zie je op dat tweede plaatje, op het onderste plaatje. Zie je wel Mozes die boven op de berg is, maar het plaatje is niet helemaal compleet, want Mozes heeft de staf in zijn hand. Die staf waarmee hij op de Rode Zee mocht slaan, zodat het water uit elkaar ging en het volk Israël er droogvoets doorheen kon gaan. Die staf waarmee hij op de rots mocht slaan, zodat er water uitkwam voor dat dorstige volk. Die staf heeft hij in zijn hand. En hij heft zijn handen op naar de hemel om te bidden. Maar ja, als je een tijdje met je handen omhoog moet houden en je hebt dan ook nog die staf in je hand, dan worden je armen moe en dan gaan ze zakken. En daarom komen Aaron en Hur komen bij Mozes om hem te ondersteunen, zodat zijn handen omhoog blijven. En zolang zijn handen omhoog blijven, heeft Israël de overhand. Zo behalen ze de overwinning. De strijd wordt beslist op de berg waar Mozes bidt. En de strijd wordt uitgevochten in de woestijn waar Jozua moet vechten. En als dat voorbij is, als Israël gewonnen heeft, dan
trekt Mozes uit die overwinning een geweldige les. En daar ga ik het vanmorgen met de gemeente over hebben. En wat die les is, dat mag je straks na de dienst thuis aan je ouders vragen. Wij gaan lezen Exodus 17, vers 8 tot en met 16. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Hij zei: voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Tweede lezing is uit Deuteronomium 25, de versen 17 tot en met 19, als Mozes aan het eind van zijn leven Israël herinnert aan de doortocht door de woestijn. Dan zegt Mozes: denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel u in de achterhoede, alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. En het derde gedeelte dat we lezen is 1 Samuel 15. Als Israël dan rust heeft, en als Israël dan een koning heeft, dan lezen we: toen zei Samuel tegen Saul: de Heere heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van de Heere. Zo zegt de Heere van de legermachten: ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig en ieder die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Wij zingen van Psalm 68, vers 1, 2 en 17.
woord van de Heere gemeente, waar we vanmorgen samen naar mogen horen, is uit het eerst u voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 17, versen 14 tot en met 16. Toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek, prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Hij zei: voorzeker, de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Na het amen van de preek zingen we van Psalm 17, het vierde vers: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, vers 4. Broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes. Ik heb vanmorgen aan de jongens en meisjes die naar de oppas zijn gegaan, ondertussen die geschiedenis verteld van Amalek, dat volk van de Amalekieten, die afstammelingen van Esau, die dat volk Israël daar vlak bij de Sinaï aanvallen in de achterhoede. En dan die tegenaanval van Jozua, terwijl Mozes daar boven op de berg met de staf van God in zijn hand bidt voor de overwinning. En die overwinning er ook komt. Een prachtige geschiedenis waar dat volk Israël van moest leren en waar ook wij vandaag nog een hele hoop van kunnen leren. Mozes had dat begrepen. En Mozes die doet drie dingen. Mozes die richt een altaar op. Die geeft dat altaar een naam. De Heere is mijn banier. Het tweede is, hij zegt de hand op de troon. En hij profeteert dat de strijd van de Heere tegen Amalek er zal zijn. Van generatie op generatie. Mozes les na de overwinning op Amalek. Teken, troon en triomf. Mozes les na de overwinning op Amalek. Teken, troon en triomf. Ja, dat woord teken, dat slaat natuurlijk op dat altaar dat Mozes daar bouwde. Maar ik moet eerst nog even met u terug naar die staf van Mozes. Die staf die hij omhoog hield. Want daar moet ik natuurlijk eerst een paar dingen nog van zeggen. Die staf van Mozes, dat was geen toverstaf. Die je maar eigenmachtig kunt hanteren. Je houdt hem maar omhoog en het werkt. Maar die staf van Mozes was een teken van de hulp die Israël ondervonden had. De hulp van de Heere in Egypte en de hulp op de reis door de woestijn. Die staf herinnert de Heere aan zijn eigen daden. En daarmee doet Mozes een beroep op de trouw van God. Heere, die u was voor ons in Egypte, die u geweest bent op de reis door de woestijn, tot op dit moment bent u dat ook vandaag. Die opgeheven staf is de activiteit van het gebed, het gelovig hopen op God. Dat wordt nog eens uitgedrukt door die ondersteuning van Aaron en Hur onder die handen van Mozes. Zo wordt de strijd op de berg beslist en bevochten in de woestijn. En als die overwinning dan behaald is, dan krijgt Mozes twee opdrachten van God. Hij moet wat er gebeurd is schriftelijk vastleggen. We zouden zeggen, hij moet er een officieel document van maken. Hij moet er een oorkonde van maken. Het moet bewaard worden dat God zo de helpende en de betrouwbare God is. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En hij moet het Jozua inprenten. En u ziet het in aantekening onderaan de bladzijde van de Bijbel, dat daar letterlijk staat, hij moet het Jozua in de oren leggen.
Hij moet het Jozua inprenten, in de oren leggen dat Amalek zal worden uitgeroeid. En daar kom ik uiteraard straks op terug. En dan doet Mozes ook nog iets waarvoor hij niet een uitdrukkelijk bevel van de Heere gekregen heeft. Hij bouwt, net als Abraham, Isaac en Jacob dat deden, hij bouwt een altaar. Als teken van dankbaarheid. Heere, u hebt ons geholpen, u hebt ons bevrijd. U gaf ons de overwinning op die gemene en laaghartige vijand. Teken van dankbaarheid, maar ook een teken van toewijding. Heere, u behoort ons leven toe. U bent de God die het waard is om gediend te worden, nu en voor altijd. En Mozes geeft dat altaar een naam. De Heere is onze banier. Ja, dan moet ik natuurlijk eerst aan de jongens en meisjes in de kerk gaan uitleggen wat een banier is. Hè? Want dat is natuurlijk ook een woord dat we niet elke dag gebruiken. In het Nederlands zou ik zeggen dat is een vaandel. En een vaandel, dat is een stok met een mooie lap stof erbovenaan, met een afbeelding erop. Als op de Koningsdag het muziekkorps door Veenendaal trekt, dan lopen ze achter een vaandel aan, een banier aan. Dan loopt er altijd iemand van dat muziekkorps voorop met zo'n grote stok en met zo'n lap stof eraan, met de afbeelding van muziek daarop. Nou, kan het ook nog makkelijker maken, hoor. Als de sporters van de verschillende landen een stadion binnenkomen, dan draagt de voorste de vlag van het land waarvoor ze uitkomen. En die vlag, dat is een vaandel, een herkenningsteken, een banier. De stammen van Israël hadden ook op de woestijnreis een banier. Je kunt dat lezen in Numeri 2, telkens drie stammen onder één banier. En dat Mozes nu dat altaar de naam geeft, de Heere is mijn banier, dat betekent dus niets minder dan dat Mozes dat volk in wil prenten. De Heere beschermt en de Heere redt. Niet onze wapens, niet onze kracht, niet de afbeeldingen van die sterke dieren op die banieren, maar de Heere zelf. Achter hem moeten wij aan. Hem moeten wij volgen, want bij hem alleen zijn wij veilig. U zegt natuurlijk vanmorgen, ja, prachtig. Prachtig wat Mozes daar deed. Prachtig dat altaar als een teken van dankbaarheid en van toewijding. Prachtige naam voor dat altaar, hè, met een geweldige boodschap. De Heere, onze banier. Wat moeten wij daar vandaag mee? Altaren worden er niet meer gebouwd. Laat staan dat er dieren op dat altaar geslacht zouden worden en geofferd worden. En dat hoeft ook niet meer sinds het altaar in deze wereld gestaan heeft, het kruis van de Heere Jezus Christus. En dat zo'n altaar dan ook nog een naam zou krijgen, nou ja, dat is ons totaal onbekend. Ik zal het van de andere kant benaderen, gemeente. Ik vraag, denken we er wel eens aan terug, wat God in ons leven deed? Zoals het Mozes bedoeling was, dat volk terug zou denken aan die wonderlijke geschiedenis met Amalek, dat volk aangevallen werd en dat de overwinning kwam door die opgeheven handen en die opgeheven staf van Mozes. Staan we daar nog wel eens bij stil in ons leven? Of leven we daar maar overheen? Of moeten we soms met schrik ontdekken dat we de Heere niet eens gedankt hebben voor dat waar we hem zo vurig om gebeden hadden?
En dat terwijl je van Gods zorgen en Gods uitreddingen minstens tweemaal mag genieten. Op het moment dat we ze ondervinden, op het moment dat je het meemaakt, dat je het beleeft en later in de herinnering, als wij terugdenken aan Gods daad. Ik denk in ditzelfde verband aan de christelijke feestdagen. Moet je dat nou altijd weer vieren, elk jaar, dat de Heer Jezus Christus geboren is in Bethlehem, dat Hij de kruisweg opging, dat Hij gestorven is op de Goede Vrijdag en opstond op de Paasmorgen, dat Hij op de dag van zijn hemelvaart naar de hemel ging en dat Hij op Pinksteren zijn geest heeft uitgestort. Ja, daar moeten we elk jaar weer aan herinnerd worden, aan dat grote gebeuren, aan dat ene machtige werk van de Heere Jezus Christus, dat ene werk dat zo groot is dat wij de verschillende feestdagen voor nodig hebben om dat te vieren. Mozes trok een duidelijke les uit de overwinning op Amalek en richtte een teken op. Een altaar met de naam, de Heere is mijn banier. Leer daarvan, ook vandaag. Tweede is het woord troon. Tweede les die Mozes tegen zijn volk zegt is voorzeker de hand op de troon van de Heer. Nou is dat nog niet zo heel makkelijk, gemeente, want er zijn drie mogelijkheden om dat uit te leggen. De eerste mogelijkheid is dat de Heere zijn hand op de troon heeft. En dat betekent dat de Heere regeert en dat Hij bestuurt en dat Hij waakt over zijn volk. Maar ja, dat was denk ik voor Mozes toch zo vanzelfsprekend dat hij dat niet apart zou gaan noemen. De tweede mogelijkheid, en heel veel uitleggers die denken daaraan, is dat Amalek zijn hand uitstrekt naar de troon van de Heere en als het ware een aanslag doet op Gods troon. En daar past dan dat laatste gedeelte van vers 16 heel goed bij, hè? De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Zou kunnen. Er is nog een andere mogelijkheid. En dan sluit het weer aan bij vers 15. Als Mozes zegt, en als Mozes dat volk voorhoudt, de Heere is mijn banier, dan zegt Mozes, en dan ook de hand op de troon. Dat volk de hand op de troon mag leggen, zoals Mozes met zijn voorbeden en zijn opgeheven staf smeekte om de overwinning. Want wie bidt zoals Mozes bidt, die legt zijn hand op de troon van God. Misschien dat iemand zegt, kunnen we daar wel bij komen? Moeten wij mensen ons nou zo ver uitrekken dat we onze hand op de troon van God kunnen leggen? Nou, dat kan niet. En dat weten we allemaal wel. Maar wie bidt zoals Mozes bidt, hè? De Heere herinnerend aan zijn eigen daden, aan zijn eigen naam en een beroep doet op de trouw van God, die legt zijn hand heel eerbiedig op de troon van God. Nou, je kan nogal wat doen met je handen. Je kan je handen in de handen van medemensen leggen die dicht bij je staan, om kracht en steun te krijgen. Prachtig. Natuurlijk niks mis mee, als dat maar niet het laatste of het enige redmiddel is. Je kan handen wringen door het leven gaan van hoe moet het toch goed komen? Je kunt heel machteloos je handen in de schoot leggen.
kunt je handen tot vuisten ballen. Je kunt met je handen slaan om je heen. En Mozes die heeft uit die overwinning op Amalek deze les getrokken die hij zijn volk voorhoudt. De hand op de troon. Heerlijk evangelie uit dat oud-testamentische woord. Dat mag dus, de hand op de troon. U zegt, mijn handen zijn veel te vuil om op die troon van God te leggen. Als je eens wist hoeveel zonde eraan mijn handen kleef. U zegt, mijn hart is niet zuiver om tot God te naderen. Maar wat zongen we vanmorgen? Wie is de man die het op nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? En als we dat zeggen, is dat helemaal terecht, gemeente. Onze handen zijn te vuil en ons hart is niet zuiver. En Mozes die wist dat uit eigen ervaring. En wat nog belangrijker is, de Heere weet het. De Heere die Jacobs God genoemd wil worden, de God van zondaren, die wil erom gebeden zijn. Dat is het evangelie naar Mozes. En in de kerk van het Nieuwe Testament zeggen we dan, dat is het evangelie van de Heere Jezus Christus. Want door die grote hoge priester is er vrije toegang tot de troon van Gods genade. Die grote hoge priester die vandaag in de troon staat als het lam, staande als geslacht, de herinnering aan zijn eens voor altijd gebrachte offer. Wiens handen gebonden geweest zijn, terwijl ze nooit iets anders hadden gedaan dan zegenen. Wiens handen aan het kruis gespijkerd werden, en hij bleef er vanuit de overmacht van zijn lief. Nou, daarom alleen kunnen wij de hand op de troon leggen. En heel eerbiedig en heel ootmoedig de Here herinneren aan zijn naam. Die hij uitgeschreven heeft in de Here Jezus Christus. Ja, het komt wel aan op volharding. Dat is weer heel duidelijk uit die geschiedenis. Als Mozes uit vermoeidheid die handen even laat zakken, dan krijgen de vijanden de overhand. Aaron en Hur die moeten eraan te pas komen om Mozes het een hele lange dag tot aan zonsondergang vol te laten houden. Wat kun je daar een lessen uit trekken, gemeente? Het eerste is natuurlijk die volharding. Stoppen wij niet gauw met ons bidden, hè? Als we denken dat de Heere ons niet hoort. En wat zijn wij slordig in ons bidden. En wat vergeten we vaak wat we gebeden hebben. Hoe vaak zeggen we dat niet? Hebben we al gebeden? Hebben we al gedankt? En tweede is natuurlijk dat je elkaar ook mag helpen met bidden. Wat een opdracht in het gemeentelijk leven. Om te bidden voor elkaar. Wat een troost is dat. Als je zelf niet meer bidden kunt door ziekte of ouderdom. En te mogen weten, er wordt voor me gebeden. En de inhoud van dat bidden? Ja, naar dat hemelse voorbeeld. Hoe anders? Uw naam, uw rijk, uw wil. Ons brood, onze bewaring, onze vergeving. De hand op de troon. Laat dat je leven zijn. Vandaag en morgen. En alle dagen die de Heere geeft. Het laatste vanmorgen, gemeente, dat is de triomf. Dan kom ik bij de laatste regel van vers 16. Die regel die lijkt heel verschrikkelijk. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Maar ook in dat
vers. En ook in die woorden klinkt het evangelie door. Luister maar. Die vijandschap van Amalek tegen Israël heeft iets anti-goddelijks. Nee, ik zei tegen de kinderen dat die Amalek afstamde van Esau. Hè. Dan heb je die oude strijd weer. Jacob en Esau, hè. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. De eerstgeborene zal de jongste dienen. Dat had de Heere al voor hun geboorte gezegd. Maar die eerstgeborene Esau heeft zich daar nooit bij neergelegd. Heeft zich daar altijd tegen verzet. En zijn nakomelingen nog veel meer. Zij, dat volk van Amalek, dat treedt Israël in de weg op het moment dat Israël de vrouw van de Heere zal worden. Gods volk. Dat is voor de God van Israël onverteerbaar. Want wie aan zijn volk komt, komt aan zijn oogappel. En daarom die doorgaande strijd tegen Amalek. Nou, daarom hebben we ook drie gedeelten gelezen vanochtend, gemeente. Deuteronomium 25 vertelt Mozes dan aan het eind van zijn leven, terugblikkend op die hele reis door de woestijn. En herinnert Mozes Israël aan de opdracht van God om Amalek van onder de hemel uit te roeien, vergeet het niet. In het boek Richteren is er sprake van de Amalekieten die samen met de Midianieten verslagen worden door door Gideon. En als er dan een koning is in Israël en als er dan dat volk rust gekregen heeft, dan krijgt die koning de taak om die Amalekieten uit te roeien. Koning Saul. Maar Saul struikelt over Amalek. Hij neemt de opdracht van de Heere niet serieus. Saul doet alsof je met Amalek triomfen kunt vieren, terwijl uitroeiing de opdracht was. En omdat Saul de Heere verworpen heeft in ongehoorzaamheid, heeft de Heere hem verworven. Pas onder dat koningschap van Amalek onder het koningschap van David wordt Amalek verslagen. En dan duikt die naam van de Amalekieten niet meer op. Ja, Haman. Haman in de tijd van de ballingschap, dat is ook nog een Amalekiet. Maar dan is het ook over. Daar zit wel 200 jaar tussen, hè? Tussen die uitspraak van Mozes in opdracht van de Heere, de strijd met Amalek zal van generatie op generatie zijn, en de regering van koning David. Daar zit 200 jaar tussen. Dat is dus 200 jaar genadetijd. Dat is dus 200 jaar, 5 generaties, waarin Amalek terug had kunnen komen, zich had kunnen bekeren en de God van Israël te voet had kunnen vallen. U zegt, kijk, daar heb je nou weer, altijd weer dat verschrikkelijke geweld van het Oude Testament. De hele volken die uitgeroeid moeten worden, dat is toch verschrikkelijk. Ja, wacht even. Amalek staat hier model voor alle vijandschap tegen het volk van God en tegen de Heere zelf. Amalek is hier de verpersoonlijking van de duivelse machten die geen ander doel hebben dan het werk van God en het volk van God te vernietigen. Daarom heeft de Heere een strijd met Amalek van generatie op generatie. En nu trek ik de lijn even door. Die duivelse vijandschap van God. Duivelse vijandschap tegen God. Tegen zijn zoon. Tegen zijn volk. Die zie je in de farao. Die al die jongetjes liet verdrinken in de Nijl. Die zie je hier bij Amalek in de woestijn.
Die zie je straks bij Nebukadnezar die Jeruzalem inneemt. Die zie je bij Haman die dat volk uit wilde roeien in de ballingschap. Die zie je bij Herodes die kinderen van Bethlehem laat vermoorden. Nou, die strijd die zal zijn hoogtepunt bereiken aan het eind van de wereldgeschiedenis, wanneer de Satan wordt losgelaten. Lees het maar na, Openbaring 20. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur neer van God uit de hemel en dat verslond hen. En Satan werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. De overwinning is zeker. De Heere heeft een strijd tegen de zonde, tegen alle vijandschap tegen hem, de eeuwen door. Maar dankzij Jezus Christus, die voor al de zijnen wilde betalen, is de overwinning zeker. Halleluja! Zover is het vandaag nog niet. Wij staan nog midden in de strijd tegen de boos, tegen de wereld, tegen ons eigen hart. Strijden we daartegen in de geest van Mozes. De Heere is mijn banier. En dan zegt de kerk van het Nieuwe Testament, dat is onder de kruisbanier van koning Jezus. Want dan ben je door zijn geest overwonnen en dan ben je van een vijand een vriend gemaakt en dan leer je vechten in zijn kracht. En in deze wetenschap, hij heeft overwonnen op de paasmorgen en hij zal eenmaal definitief overwinnen. Zo, op deze manier met de hand op de troon, biddend, vechtend en vechtend, biddend. God herinnerend aan zijn eigen daden, zoals Mozes dat deed met zijn opgeheven staf. En dan zeggen we het in de taal van het Nieuwe Testament. Om Jezus wil. Herinneren we ons zijn zegening. Trekken we de lering uit. Hij alleen redt. Hij alleen verlost. Hij alleen bewaart. Verwacht het dan in alle levensomstandigheden, alle momenten van je levensreis, van deze God, biddend, maak uw weldaan wonderbaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog, bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dek. Om Jezus wil. Amen.
Wij mogen samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord. We danken u voor die geschiedenis die we lazen vanochtend. Die hele wonderlijke geschiedenis dat de strijd beslist werd op de berg. Uitgevochten werd in de woestijn. En nog meer danken wij u voor het feit van de lessen die Mozes daaruit getrokken heeft. Van dat altaar met die mooie naam, de Heere mijn banier. Heere, we bidden u dat we ervan zullen leren. Dat we ons uw daden zullen herinneren. Persoonlijk in ons eigen leven. Wat u voor ons wilde doen, hoe u in ons leven gekomen bent, gewerkt hebt, beschermd hebt, bewaard hebt. Maar ook dat grote werk van de Heere Jezus Christus, waar we elk jaar opnieuw bij stil mogen staan. We bidden, Heere, dat ons leven zal zijn zoals Mozes dat zijn volk voorhield, de hand op de troon. Dat is voor ons te ver weg. En onze handen zijn te vuil en ons hart te onzuiver. Maar het is om Jezus wil. Het is om Hem die de weg gebaand heeft. Heere, leer het ons. Geef ons de troost en de kracht van uw overwinning die eenmaal volledig zal zijn. Wanneer de vijandschap van de boze, de vijandschap van de wereld tegen uw volk zijn hoogtepunt bereikt zal hebben. Dan zult u ingrijpen. Dan zal de overwinning compleet zijn. O Heere, doe ons delen in die overwinning, niet om wie wij zijn, maar alleen om wie u bent en om uw genade. Wij staan nog midden in de strijd. We hebben vanmorgen de lessen gekregen van Mozes. Nee, van uw Heilige Geest. Laat Hij ze ons dan ook leren in praktijk te brengen. Elke dag van ons leven. Dank voor wat u gaf. Zegen ook straks onze gaven. Breng ons vanmiddag weer samen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. Doe dat met blijdschap en dan is onze slotzang. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft.
gaat dan nu, meenemend de les van Mozes, heen in vrede met u dragen. Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.